beste kijkers en welkom bij Lekker Thuis. Piet is gisteren op jacht geweest en heeft een everzwijn geschoten dat we vandaag oppeuzelen. Nee, dat is niet waar. Vandaag maken we gewoon Provençaalse kip. Inderdaad, Mimi. Vandaag staat er Provençaalse kip op het menu op de wijze van mijn grootmoeder. Hé, hey, dat is ook toevallig. Ik had ook een grootmoeder. Is het waar, Mimi? Oh wel, dat is goed voor jouw weekend. Goed. Piet, wat hebben we allemaal nodig voor kip op zijn Provençaals? Peterselie? Nee, Mimi, geen peterselie. Wel, we beginnen met geerlijke tomaten, volrijpe paprika's, look, ajuin en natuurlijk aardappel. Patatjes, dat we zeggen. Ja, Mimi, patatjes, dat zijn ze daar ook tegen. Ja. We gebruiken natuurlijk ook een malse maïskip. Voilà, je moet een keer voelen, Mimi, hoe mals dat is. Ja, maar ik geloof je, Piet. Ja, maar ja, je moet dat voelen, zelf voelen. Kijk, mals, hè, Mimi. Voilà. Goed, ik stel voor dat we er maar onmiddellijk aan beginnen. Zo, staat het vuur al aan, Piet? Nee, Mimi, nog niet. Ja, sorry Mimi, ik had ze blijkbaar wel al opgezet, want het eerste wat we moeten doen, dat is water aan de kook brengen, waarna het tijd is voor het fijnsnijden van de paprika's en de aardappeltjes, of de patatjes, Mimi, zoals je dat zo graag noemt. Ja, de patatjes, Piet. En dat doen we natuurlijk met de handige kitchenboy van Willox. Nee, Mimi, dat is niet nodig. Ik heb dat ondertussen thuis al voorgeprepareerd, voorgesneden, zodanig dat dat hier een klein beetje vlot kan verlopen. Oh, dat is jammer, Piet. Voilà. Vervolgens gooien we de paprika's in het water. Om ze te reinigen, Piet. Nee, Mimi, om ze te koken. Wat dat we dan doen, dat is de kip in stukken hakken. Geef me een keer het scherpste vleesmes dat je in huis hebt, Mimi. Alsjeblieft, Piet. Ah! Dus, nu hakken we als het ware de kip in stukken. Een levende kip? Ja, jij moet geen schrik hebben, Mimietje. Ik ga deze kip pakken, ja? Voilà. Oh, Piet, mijn jasje. Dat is een leuk motiefje, Mimi. Wil je ondertussen de ajuintjes al snijden? Met de kitchenboy, Piet. Die is altijd supersnel en bewaart het aroma van de ui. Doe het maar met een gewoon mesje, Mimi. Dat gaat veel sneller en hij dacht eraf veel minder afwas. Voilà. Zo, de ajuintjes zijn gesneden, Piet. Is er nog iets wat ik kan doen? Ik weet het niet, misschien peterselie snijden of zo? Nee, Mimi, bedankt. Vanaf nu kan ik het alleen wel verder af. Hier er trouwens beelden uit vandaag. Mimi, weet je dat? Dankjewel, Piet. Ik zal misschien alvast de wijn openmaken. Kijk, voilà. Het is een vers kippetje, hè? Een vers. Hè? Kijk, als je ze zo bij haar vel kunt pakken en je kunt ze zo oppakken, dat is een bewijs dat, ze dus, dat het een verse kip is. Het is echt. Och, Piet, ik wist echt niet dat die kurk er zo vast op zat. Voilà. Als die kip in stukken gesneden is, dan doen we ze in een pan. En hiervoor gebruikt de best een pan met een beschermlaagje. Dus om te voorkomen dat die kip dat dan niet aanbrandt natuurlijk. En als je zo geen pan in huis hebt, dan moet je de binnenkant van die pan goed insmeren met vetstof, boter, olijfolie, volgens je eigen smaak. Oh, sorry Mimi, ik had je echt niet zien staan. De aardappeltjes kunnen in de microgolfoven, dan zijn ze dus in een paar minuten klaar. En de kip gaat op het vuur. Mimi, kun je dat voor mij doen, de kip? Voilà, weet het vuur staan, hè? Natuurlijk, Piet. Voilà. Zo, terwijl de kip en de aardappeltjes haar koken, hou ik mij bezig ondertussen met de saus. Amai, Piet, die wijn heeft wel een hele fruitige afdronk. Ik ben het roerend met je eens, Mimi. Piet, toch. Mm.
Ik hoor daar een belletje rinkelen. Zouden dat de patatjes kunnen zijn die al klaar zijn, Piet? Zou je misschien even kunnen gaan kijken, Mimi? Natuurlijk, Piet. Ik kan niet zien of ze al klaar zijn, Piet. Ik zal eens kijken, Mimi. Maar ze zijn perfect. Oh, Piet, ik zie dat er een beetje wijn op je hemd gemorst is. Ik zal er wat zout op doen, want anders gaat het vlekken maken. Je legt dus de stukken kip in de saus, Piet. Misschien nog even mengen met de Kitchen Boy en wat peterselie aan toevoegen. Nee, Mimi, dat is echt niet nodig. Je kunt misschien de borden pakken als je wilt. Oké, Piet. Alsjeblieft, Piet. Ja, dank u, Mimi. Ah! Ja, de borden zijn wel heel erg warm, hè, Piet? Zo, onze Provençaalse kip is klaar om geserveerd te worden. Ik vind dat er toch wat peterselie op moet, Piet. Oké, Mimi, dat is heel goed, maar je moet hem dan wel fijn snijden met de Kitchen Boy. Meen je dat? Zal ik hem ondertussen gaan halen. Voilà. Alsjeblieft, Mimi. Dank je, Piet. Zo, dit was Lekker Thuis. Wij gaan hier lekkere Provençaalse kip eten. En morgen zijn we er hopelijk terug. Zo is dat, Mimi. En morgen maak ik wildgebraad met jagersaus op de wijze van mijn grootvader. Dus dat belooft.